in de kinderopvang De Wombat, het kinderdagverblijf van het Zol, was de pers uitgenodigd om te zien wat er met het geld van de naamdag van de burgemeester gebeurt. Ieder jaar, en dat is een traditie die al meer dan 20 jaar op de stad heerst, is er het naamfeest van de burgemeester. Mijn naamfeest valt op 25 juni. Dus dat is, op die datum valt mijn naamfeest. En dan overhandigen alle vriendenkringen van stad en OCMW mij een financieel bedrag. Zij geven mij dan een cheque en zij zeggen, burgemeester, mogen wij vragen in onze naam daar goede doelen mee te steunen. Dus sinds ik burgemeester ben, is het al 15.000 euro wat we hebben mogen verdelen. Dus dat is toch wel een vrij grote som geld. En eigenlijk moet ik iets bekennen. Ik heb een vrouw die kleuterleidster is. En die inspireert mij natuurlijk op vele gebieden, maar ook op het gebied van kinderen. En die heeft dus ooit, toen we pas samen waren, een verjaardagstoel gemaakt. Een grote giraf die ze helemaal had gemaakt en geschilderd. En dat stond dan thuis in onze living. En ik heb dat altijd zeer aangenaam gevonden, want ja, kinderen vinden dat blijkbaar leuk om op de dag van hun verjaardag... En ik denk dat ik dat ook leuk zou vinden, dus waarom niet... Hoe? Ja, nee, ik denk dat we dat allemaal leuk gevonden hebben. Nee, dat hoeft niet. Maar ik denk dat we dat allemaal leuk zouden vinden als kind om inderdaad op je verjaardag in een speciale stoel te mogen zitten. En zo kwamen we eigenlijk op het idee van, zouden we daar niks mee doen? Het is de sluis, onze VZW in de Halmstraat, de sociale dienst, sociale werkplek, die dit soort stoelen standaard maakt. En we dachten van, waarom zouden we niet aan ieder initiatief er één geven? Dat is een bijdrage van ongeveer 1000 euro, want het zijn er 8 die we mogen uitschenken. Dat is ongeveer de kostprijs, 1000 euro. Maar ze zijn dus gemaakt vanuit sociale tewerkstelling, wat ik ook heel belangrijk vind. En ze zijn een geschenk voor de 8 kinderdagverblijven. In naam van alle medewerkers van Stad en OCMW wil ik u van harte danken voor jullie inspanningen die jullie ieder jaar doen. En geef ik u heel graag een verjaardagstoel. Nadien ging de burgemeester en zijn gevolg de verjaardagstoel afgeven in de afdeling van de kleintjes. Dit tot verwondering van de peutertjes. Dat is mooi, hè? Dat is een mooie stoel. Dat is als je jarig bent. Dat is goed.